Ladies and gentlemen, Lex Kleiner! Naast mij staat een groot Nederlands talent. Er zullen vandaag nog heel veel talenten en grote spelers volgen, maar één van de grootste Nederlandse talenten uit de Bosveld te staan. We hebben het natuurlijk over een deelnemer van het Hemeco Pro Darts team. Toon Grebe, goedemiddag Toon, hoe gaat het ermee? Goed, goed. Ja. Hemeco Open 2011, 400 spelers maximaal. Wat maakt het toernooi zo speciaal? Dit zie je nergens anders, zo'n toernooi. Nergens anders. Wat bedoel je daarmee? Alle toppers zijn hier. Kent de auto winnen voor 39 op podium. Mooi podium, mooie zaal. Veel mensen komen kijken. Maak je nergens anders mee. Alleen hier. Is dit een van jouw favoriete toernooien ook om naartoe te gaan? Ja, dat is wel mijn favoriete toernooi. Ook omdat het van mijn sponsor is. Ja, het is wel een goed toernooi. Nou, dan begin ik eigenlijk nu al met een dilemma. Als je nou zou mogen kiezen tussen een WK en Open Rosmalen, wat dan? Toch wel een WK. Ja. Ja. De sfeer is hier fantastisch, leuk publiek, goede onderlinge sfeer. Wat is nou zelf het leukste wat jij nou ooit eens meegemaakt hebt op zo'n toernooi als dit? Op zo'n toernooi als dit? Ja, ik heb vorig jaar hier halve finale koppels gehaald op het podium. Het was toch wel een doel om minimaal één keer in dat weekend het podium te halen. En dat is me gelukt, dat was wel het leukste tot nu toe op dit toernooi. Ja. Je hebt zelf onlangs Open Groenlo gewonnen, je maakt onderdeel uit van het Hemeco Pro Darts team. Hoe gaat het nu eigenlijk met Toon Grebe? Gaat het goed? Ja, het gaat wel weer de goede kant op nu. Ja, ja. Het is een tijdje heel erg slecht gegaan met darten echt. Maar ik begin weer terug te komen. De auto begint terug te komen. Heb jij daar bepaalde redenen voor dat het nu weer een beetje de goede kant op gaat? Heb je wat aangepast in je schema bijvoorbeeld? Nee, ik ben gewoon weer mee gaan trainen. Ja. Nog een dilemma voor jou. Stel je mag kiezen een tweede plaats met €500.000. Of een eerste plaats met €10.000, wat zou je dan kiezen? Toch wel die eerste plaats. Eerste plaats met €10.000, ja. Ja. Jij bent een beetje van het principe van nou, eer is niet te koop. Nee, gewoon winnen. Winnen is het mooiste wat er is, toch? Wat is jouw hoofddoel komend seizoen? Komend seizoen, toch wel de leekzijds in te halen. Ja. Is dat nog haalbaar, denk je, op dit moment? Dit moment niet, maar volgend seizoen wel weer. Ja. Ja, je noemt het al een beetje een leekzijd, een beetje tweewicht. Je bent een aantal keer geschorst. Waar ligt jouw hart? Want je bent nu weer, eerst toen heb je pas weer meegedaan in Nuland, dus je neigt toch wel een beetje naar PDC. Je noemt leekzijd, waar ligt het hart van Toon Grebe? Bij de PDC, toch wel, ja. Waarom? Gewoon alles is beter georganiseerd, de mensen daar zijn altijd rustig. Ja, gewoon de organisatie, beter prijsgeld ook, meer televisietoernooien. Wat vind je ervan dat je net terug bent, hè, bij het Europese toernooi? Je was een paar minuten te laat en je bent meteen weer geschorst. Ja, dat was gewoon een misverstand van Jacques Nulaat. Ja. Jij zit natuurlijk in het Hemeco Pro Darts team. Hè? Jij zegt van, nou, mijn hart ligt bij de PDC. Weet jij hoe andere jongens daarover denken? Nee. Iedereen heeft zijn eigen gedachten daarover, toch? Zou je zelf nog iets toe willen voegen aan het interview? Nee, niet echt. Ik vond het zo wel goed. Ja? Ja. Oké, dan mag ik jou dan ontzettend bedanken voor het interview. En volgende keer zijn we er weer voor Dart Freaks Televisie, nieuwe uitzending.